zit echt te denken, zal ik gewoon nog een keer gaan? Want het is echt mega kick op zon. Echt mega kick. Dus ik zou dit zo 30 keer achter elkaar kunnen doen. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik lig nog in bed. Ik heb mega veel zin in vandaag. Ik ga straks naar Rotterdam, maar het is wel leuk. Ik ga iets heel leuks doen, dat heb ik nog niet verteld. Maar mijn broertje gaat als verrassing hetzelfde doen en dat weet hij nog niet. En ik heb dit al een paar maanden geleden gepland. Mijn moeder zit in het complot. Die heeft een smoes verzonnen. Dus hij denkt dat hij dat gaat doen. En dan gaan we hem zo meteen ophalen. Sarah gaat proberen om hem in de auto ook nog in de maling te nemen. Dat hij helemaal op het verkeerde spoor zit. En het grappige is natuurlijk dat, ja, hoe ze het ook zegt, hij kan het dan helemaal niet meer plaatsen. Dus we hebben daar zo'n lol al in gehad. En dan gaan we iets heel spannends doen. We hebben mijn broertje opgehaald en we zijn in de auto. En die heeft heel leuk nog geen idee wat we gaan doen. Wij zijn bijna weg, maar ik sta op de deur vast. En hier ga ik straks weer beneden. Hi Mop! Hoi! Vind je het mooi? Er ging net iemand naar beneden. Mama en oom gaan straks. Marco heeft dus gewoon mijn afdaling niet gefilmd. Dus maar daar baal ik wel echt van. Ja, mijn broertje staat er dus wel op, maar mijn stukje is dus gewoon niet gefilmd. Maar dan doen we net zoals jij dat bent. Ik zit echt te denken, zal ik gewoon nog een keer gaan? Want het is echt mega kick op zon. Echt mega kick. Dus ik zou dit zo 30 keer achter elkaar kunnen doen. Super gaaf. Jawel, ik doe hetzelfde.
veldje voor de Hole in One. Maar 69, 70, 71, ze heeft precies 100 rond. Wat ik ook echt een mega leuke score vind. En we zijn gezellig in een restaurant. Papa is er. En mama. Ja, die is er. En oom is er. Oom, ja. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het heel leuk. Het was een grote verrassing. Ik dacht, ik moet gaan helpen werken. En dan mocht ik ineens van de Euromast af. Nee, smiley. Dit is ook een funny. Dat is een hele verdrietige. Dat is een frowny patat. Je hebt de emoji-film gewoon gezien. Ik heb lekker sperrips. Marco ook, mijn andere marinade. Nee, ik heb ook. Die krijgt vleesjes van ons en die heeft patatjes lekker. Nog aardappeltjes en patatjes en dan heeft een mix grill. Ik zit dus net de beelden in te laden van vanmiddag en het was echt, echt heel leuk om te doen. Ik ben een beetje schor van vanmiddag. Ik moet zeggen, het lijkt heel eng. Ik vond het helemaal eigenlijk niet eng. Het was even raar het moment dat je het randje overgaat. Je zit, dat valt wel mee, maar dan word je op dat gootje gehesen. En dat was wel even het begin raar, maar verder was het eigenlijk alleen maar echt cool. Het is echt een aanrader om te doen. En ja, het is gewoon weer herbeleven om het te zien, dus echt super kick. En ik moet gewoon nog een keer, want Marco heeft het gewoon niet gefilmd. En ik ben nogal van de beelden, foto's en filmpjes. Nou, vandaar dat ik dit natuurlijk ook doe. Dus ik heb nou gewoon een excuus dat ik dit nog een keertje moet doen. Ja, ik ga nog even editen en ik ben wel heel erg moe van vandaag. Dus daarna kan ik dan lekker gaan slapen. Vlog staat erop, ik ga slapen. Wil je weten wat we nog meer voor leuke dingen gaan doen? Druk dan even op die abonneerknop hieronder of een schermpje hierna. En dan zie ik je morgen. Doei!